In Zoetermeer komen alle kandidaatvoorzitters bij elkaar om met de leden te praten over, nou, hoe gaat het verder met de partij? Op welke manier zorgen we dat leden, democratie hoog in het vaandel blijft? Ja, maak je mind up voor je stem. Stemmen kan straks en dan kiezen we op 2 oktober een nieuwe voorzitter. Ik wens jullie een hele mooie avond. Voorzitters naar voren willen gaan vragen. En jullie allemaal lekker een plekje achter mij zoeken. Ja, ga maar lekker zitten. Welkom allemaal op deze mooie avond. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Rami, ik ben voorzitter van onze mooie afdeling. Er zijn heel veel mensen gekomen, dank daarvoor. Maar ook dank uiteraard aan alle moedige mensen die zich naar voren hebben voelen. Geroepen om de strijd aan te gaan. Het feit dat we zoveel mensen hebben, dat zegt al genoeg over onze partij. Het zijn allemaal één voor één echte strijders en wij wensen echt iedereen veel succes. Wie er ook wordt, kan ook maar één winnaar zijn, maar ik hoop dat hij ons naar de juiste bestemming brengt. Toen we deze avond bedacht hadden, hadden we natuurlijk niet bedacht dat er 8 voorzitters zouden komen. Ik ga beginnen met de pitches. Dankjewel. Ik ben Esther Mirjam Cent. Ik was voorzitter van onze verkiezingsprogrammacommissie. Ik ben lid van de Eerste Kamer namens onze mooie partij. En ik ben hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit. En ik had laatst een gesprek met mijn zoontje. 2 kinderen, dochter van 16, zoontje van 14. En het ging erover hoe ziet de wereld er in 2040 uit? U heeft dat soort gesprekken misschien ook wel eens met hun kinderen. En zijn antwoord kwam heel snel. Oh, dan is de aarde al lang vergaan. Nou ja, mijn eerste reactie was schrik. En mijn tweede reactie was, dat kunnen we toch niet laten gebeuren. Zeker, de uitdagingen zijn groot. En daarom wil ik jullie voorzitter zijn. Om als Partij van de Arbeid een krachtig antwoord te geven om de uitdagingen aan te gaan. Want een betere, eerlijke, socialere, duurzame wereld kan niet zonder een sterke Partij van de Arbeid. Met duizenden leden heb ik het verkiezingsprogramma mogen schrijven. Het meest linkse sinds tijden. Ik heb laten zien, ik heb zelf kunnen zien, hoe als leden kunnen meepraten, meedoen en meetellen, je een krachtig geluid kunt laten horen. En ik wil als voorzitter samen met jullie het linkse vuur aanwakkeren. Ik wil met jullie bewijzen dat mijn zoontje ongelijk heeft. Want samen kunnen we een betere wereld dichterbij brengen. Goedenavond, Pieter Paslikker, fractievoorzitter in de mooiste stad van Nederland, Sertogenbosch. En ik ken velen van jullie vanuit mijn oude baan, chef campagnes en strategie in de periode Waterbos tot Lodewijk Asje. En ik heb me kandidaat gesteld omdat ik vind dat de Partij van de Arbeid weer een moderne volkspartij moet worden die weer kan winnen. Ik geloof ook dat dat kan. Kijk naar wat er op dit moment in Duitsland gebeurt. Niet zo heel veel verderop, maar de Sociaaldemocraten een enorme opmars in de peilingen doormaken. Omdat ze weer aanvallende sociale politiek durven te bedrijven. Ik heb de afgelopen maanden de Tweede Kamerfractie te veel gemist. In het proces rondom de formatie wachtende tot Kaag en Rutte een proefstukje hadden bewezen. Terwijl het juist nu tijd is voor aanvallende linkse politiek. Gericht op de twee dingen die de sociaaldemocratie maken. Het bestrijden van ongelijkheid in steden, dorpen en in Nederland. En twee, het doorbreken van de bubbels die op dit moment overal, of het nou op Facebook is of in de Tweede Kamer, steeds meer opgelopen. Tweede punt waarvan ik vind dat we als Partij van de Arbeid veel voortvarender aan moeten pakken is modernisering van de partijorganisatie. Diezelfde SPD in 1863
stond model voor hoe de Partij van de Arbeid nu georganiseerd is. Dat was de tijd van de postkoets, tegenwoordig is het de tijd van het mobieltje. Als wij afdelingen niet veel meer de bureaucratie eruit weten te halen, meegaan in de tijd van social media, moderne campagnes weten te voeren, jongeren weer aan ons weten te binden, dan is de sociaaldemocratie over een jaar of 10 in heel veel plekken in Nederland stuk en dat mogen we niet laten gebeuren. Dank je. Mijn naam is Ger Holsma. Het geluid van de leden weer naar de top. Ik wil u eerst even een paar dingen zeggen hoe ik gevormd ben en daarna waarom ik voorzitter wil worden. Mijn eerste baan was hier in Den Haag bij een Surinaams regionaal steunpunt. En daar zag ik dagelijks hoe mensen achtergesteld worden, gediscrimineerd werden op het gebied van arbeid, wonen, inkomen, noem maar op. In 2015 was ik directeur-bestuurder van een aantal basisscholen. En in de Zuidoost zag ik kinderen zonder ontbijt naar school komen. Ik heb toen een school opgericht waar kinderen eerst 's morgens een stevig ontbijt kregen. Want volgens mij kan je niet leren op een lege maag. Een aantal jaren geleden ben ik naar een roze zaterdag in Amersfoort geweest. Ik dacht een leuke dag te hebben. Toen ben ik bekogeld met rotte eieren en stenen. Dat vond ik heel moeilijk. Dacht ik ook, vrijheid is wezenlijk ook voor de Partij van de Arbeid om jezelf te zijn. Staat ook in het mooie verkiezingsprogramma. Ik ben jaren voorzitter geweest van Amsterdam Centrum. En ik heb nooit eigenlijk van de partij een verzoek gekregen. Wat vinden jullie nou hiervan? En dat gaat wat mij betreft veranderen. Het geluid van de leden moet weer naar boven komen. In Amsterdam Centrum hebben we toen de Rode Werf ingesteld. Iedere maand een thema. Sprekers, Lodewijk Asscher, Cohen, zelf Thierry Baudet, is langs geweest. 15 seconden. In ieder geval, je brengt me helemaal van op het podium. Nu moet ik ook even bijkomen. We hebben de Rode Werf ingesteld, vraag me zo meteen maar wat het is. We hebben enquêtes gehouden, ik wilde weer weten wat de mening van de leden was. En daarom wil ik uw voorzitter zijn. Ik heb ervaring als professional met organisaties en vrijwilligers. En ik wil het geluid van de leden weer naar de top krijgen. Ik dank u wel. Mijn naam is Rishma en op dit moment ben ik wethouder jeugd, zorg, welzijn en volksgezondheid in mijn prachtige gemeente Barendrecht. En ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Ik ben 14 jaar lid van de Partij van de Arbeid. In verschillende rollen als vrijwilliger, raadslid, fractievoorzitter, lid van diverse commissies, van kandidaatstellingscommissies en campagnecommissies. En ben ik voorzitter geweest van het gewest Zuid-Holland. En vandaag sta ik als kandidaatvoorzitter voor u van de Partij van de Arbeid. Maar wie ben ik? In 1973 kwamen mijn ouders van Suriname, ze waren net getrouwd, naar Nederland. Voor een betere toekomst voor henzelf en voor hun kinderen. Ik kom echt uit een arbeidersgezin. Mijn vader werkte bij de Hollandse Betonmaatschappij. Hij kwam thuis avondeten en in de avond ging hij bij de PTT post sorteren. Voor een betere toekomst voor hun kinderen, voor ons. En dat maakt dat ik vandaag hier voor u kan staan. En ze zeggen altijd tegen mij, dat is dankzij die Partij van de Arbeid. En daarom doet het pijn dat vandaag de dag kiezers, mensen in onze samenleving, niet het vertrouwen hebben dat wij, de Partij van de Arbeid, hun zorgen kunnen wegnemen. De Partij van de Arbeid is opgericht om mensen bestaanszekerheid te geven. Om de kwaliteit van het bestaan. En wij kunnen het, want ik geloof in onze idealen voor een betere wereld. En daar zijn 3 dingen voor nodig, naar mijn mening. 1. We moeten werken aan een herkenbare boodschap. 2. We moeten veel meer verbinding maken met onze lokale en regionale afdelingen. 15. Wij weten wat er gebeurt. En 3. Wij moeten luisteren naar de zorgen en verwachtingen van kiezers. En als we dat doen, dan gaan we weer groeien. Niet alleen voor ons, maar voor mijn kinderen en hun leeftijdsgenootjes. Ik ben Rishma Loepraam, uw kandidaatvoorzitter namens de Partij van de Arbeid. Ik ben Gerard Bosman. De meeste mensen kennen mij van linksom in de PvdA.
de groepering die ik in 2015 heb opgericht. Uit protest en verzet tegen de koers die we toen voeren in het kabinet Rutte 2. Fijn om hier te zijn overigens. Ik heb hier gewerkt bij het ministerie van Onderwijs. Onder meer geestelijk vader was van de OV-studentenkaart. Op dit moment ben ik binnen de Partij van de Arbeid voor de tweede keer partijbestuurslid. Bijzondere ervaring ook weer. En ik ben secretaris van het Landelijk Netwerk Economie. Ik heb 3 punten die ik vooral centraal wil stellen in mijn campagne voor mijn voorzitterschap. Dat is 1. Geloofwaardigheid en vertrouwen herstellen. En dat wil ik vooral doen door een nieuwe sociaal-democratische agenda te propageren. En ik heb gisteren mijn nieuw boek daarover verschenen. Dus in de pauze of na afloop bij Gerard van Oosterhout ben je alle bekend verkrijgbaar. Het tweede wat ik wil doen is ook geloofwaardigheid centraal stellen. En daarvoor is het ook belangrijk dat onze partij, als het gaat om kandidaten op de lijsten, dus straks ook bij de gemeenteraadsverkiezing, maar ook wat betreft de voorzitter, geloofwaardig is voor de mensen voor wie we het eigenlijk doen. Dat betekent dus niet dat we weer iemand moeten hebben die al in hoger geschoold is, alleen woningbezitter is, niet huurder is, dat soort zaken. Het doet er toe wie onze mensen tegenwoordig zijn. En het derde punt is strijd. We hebben vandaag natuurlijk meegemaakt dat onze informateur heeft verteld van hoe het ervoor staat. En we moeten echt zorgen op gezamenlijk links dat we die strijd vorm gaan geven. En dat wil ik graag als voorzitter voor je doen. Dank u wel. Ik denk dat Gerard jullie ook al willen vertellen over het fantastische boek wat hij heeft geschreven. En ik heb hem vandaag gelezen en een groot compliment aan Gerard voor het boek dat hij geschreven heeft. Oh, dat is lief. Ik heb inmiddels mijn strijd met de timer gewonnen. Dus je mag. Ja, ik mag? Ja, yes. Ga je gaan. Goedenavond allemaal, ik ben Frank van Holpen, ik ben 28, ik word zaterdag 29. Dus ik ben denk ik een van de jonge mensen in deze zaal. Iedereen onder de 40 die niet in een campagneteam zit, kan die een hand opsteken. Oké, dus dat zijn 4, 5 mensen in deze zaal. Nee, u bent ouder dan 40, denk ik, mevrouw. Ja, u stak heel sneaky, stak u uw hand op, maar ik geef er 45. Ik ben Frank van Holden, ik woon in Utrecht, daar woon ik samen met mijn vriendin. Ik werk bij Boer & Koon. Vanuit Boer & Koon doe ik allerlei opdrachten voor bedrijven en organisaties. Op dit moment help ik Curio en MBO in West-Brabant met een nationaal programma onderwijs. Dat is een programma om leerachterstanden van mbo-studenten weg te werken die ze hebben opgelopen tijdens de coronacrisis. Mensen in de Partij van de Arbeid kunnen mij misschien kennen van allerlei projecten voor jongeren die ik heb opgestart. PvdA Academy heb ik opgestart, een coachprogramma met allerlei oudgedienden om die in contact te brengen met jongeren. En ik ben een van de initiatiefnemers van het Rood-Groene Manifest. Dat is een beweging die pleit voor een fusie tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Of tenminste voor een nauwe samenwerking en ik zet een stap verder. Ik zeg, ik vind dat we ook moeten fuseren. 2 andere belangrijke punten, ik heb nog een minuut. 2 andere belangrijke punten waar ik heel erg voor ben is verjonging. Ik legde nu net al uit, of ik liet net al te zien hoe urgent dat is. Zonder jongeren hebben we geen dynamiek en toekomst in onze partij. En iets anders is partijvernieuwing. En zowel in onze ledendemocratie als in hoe wij georganiseerd zijn als partij. Daar heb ik een hele sterke duidelijke mening over. En die kunnen jullie allemaal lezen op mijn website frankvoorzitter.nl. En ik ga ook graag met jullie daarover het gesprek aan vanavond. Dan heb ik nog 25 seconden. Die geef ik dan aan Reshma. Dus dank jullie wel. Ja, dat wordt toch lastig, want Reshma is al geweest. Je had vandaag keurig 2 minuten. Nee, het is wel, beste mensen, het is echt heel knap hè, dat je dit in 2 minuten kan. En die timer die meeloopt, die maakt je zenuwachtig. Dus dit is echt heel knap wat ze doen. En ik geef daarom nu de vloer aan Binnert. Ja, goedenavond. Mijn naam is Binnert de Beaufort. Ik woon in Hilversum. Ik ben voorzitter van de afdeling van de PvdA in Hilversum. En in het dagelijks leven werk ik als docent bij het HBO in Amsterdam, journalistiek en schrijven. Ik heb 2 prachtige dochters van 17 en 15. En ik woon ook deels in Amsterdam bij mijn vriendin.
Gisteren waren wij in de Achterhoek. We zien inderdaad elkaar regelmatig. Ik zou bijna willen voorstellen, we kunnen niet samen een commune beginnen. Maar in ieder geval, in de terugweg luister ik naar Met het oog op morgen. En er was een interview met Herman Tjeek Willink. Herman Tjeek Willink is die keurige sociaaldemocraat die niet hardop durft te zeggen dat hij lid van de Partij van de Arbeid is, maar we wel allemaal weten dat hij dat wel is. En hij maakt zich zorgen. Waar maakt zij zich zorgen om? Hij zei van de politiek in Nederland is heel erg naar binnen gekeerd. Partijen zijn met zichzelf bezig. Je zag het bij de formatie. Mensen zijn zo bang voor de geestel van het electoraat dat ze meer bezig zijn met macht dan met het algemeen belang. Hij noemde het begrip het algemeen belang. En hij zei dat is nu urgenter dan ooit, het algemeen belang. Als je kijkt naar de problemen waar we als land en als wereld voor gesteld worden, er komt een klimaatcrisis aan. Nu is dat algemeen belang wat mij betreft eigenlijk een beetje de centrale boodschap van de Partij van de Arbeid. Al sinds de oprichting van de SDAP hebben leden altijd verder gekeken dan hun eigen belang. Ze keken altijd naar het algemeen belang. En met dat algemeen belang keken ze ook altijd naar de toekomst. PvdA-mensen zijn geen cynische, negatieve mensen, wat wel wordt beweerd. Mensen, als je lid bent van de PvdA, hou je bezig met de toekomst omdat je gelooft dat je die beter kunt maken. Dat is heel bijzonder voor de Partij van de Arbeid. Alleen mensen herkennen dat verhaal niet op dit moment. Mensen hebben een soort negatief beeld bij de Partij van de Arbeid. En ik denk bij mezelf, dat kunnen we veranderen als we dat verhaal van die partij, die geschiedenis van onze partij, onze leden, die het heel gezellig met elkaar hebben. We begonnen hier deze avond met Elvis, It's Now or Never. Het tweede nummer was You're the Devil in Disguise. Ik opteer voor het eerste nummer, It is Now or Never, voor het algemeen belang. En ik wil graag uw voorzitter worden. Dank u wel. En als laatste de man die vandaag ongeveer 1 minuut reistijd had om hier te komen. Dit is voor Taco een thuiswedstrijd. Ja, Suzanne, dankjewel. Jij bent hier al heel vaak geweest in deze zaal. Dan krijg je voor straf minder seconden. Dat is niet waar. Je krijgt ook gewoon lekker 2 minuten. Ga je gang, dankjewel. Ja, ik moet zeggen, het is toch wel heel bijzonder om hier zo te staan. Het is ook ongelooflijk veel bekende gezichten. Partijleden die ik al lang ken. Mijn vrouw zit ook in de zaal. Hartstikke mooi dat je er bent. Ik weet nu in ieder geval hoe het voelt om een thuiswedstrijd te spelen. En dat voelt echt fantastisch. Iets over mijzelf. Velen van jullie weten al veel over mij. Ik ben ruim 40 jaar geleden ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. Ik was toen 16 jaar. En dan ga je een beetje met politiek bezighouden. Dan ga je een beetje verdiepen. En de sociaaldemocratie, begrippen als solidariteit, gelijke kansen, dat heeft mij toen gegrepen. En dat is mijn hele leven, is dat zo gebleven. Ik heb mij, toen wij in Den Haag gingen wonen, ben ik daar afdelingsbestuurder geworden bij Benoordenhout. En in 1993 kwamen wij naar Zoetermeer. Ik mag echt wel zeggen, het fantastische Zoetermeer, want we wonen er nog steeds met ongelooflijk veel plezier. Brabant is een hele leuke stad, maar er gaat toch niks boven Zoetermeer wat mij betreft. Het is een provincie! Den Bosch, heel goed. Den Bosch, dankjewel. Zo helpen we elkaar een beetje. Ik ben hier gemeenteraadslid geweest, fractievoorzitter, wethouder. Ik ben ondernemer, ik heb gewerkt bij bedrijven en bij overheden. Ik heb een gezin. 3 kinderen in de leeftijd van 23 tot 28 jaar. De oudste die worstelt ook met vinden van een huis. Ik wil alles wat ik in mij heb geven om onze partij er weer bovenop te brengen. Ik wil de volgende 4 jaar daar vol voor gaan om van de Partij van de Arbeid weer een hele sterke sociaal-democratische partij te maken.